er is veel meer FIEP en dat is waar dit boek over gaat. Maar ik wil even iets zeggen over FIEP, zodat jullie haar kunnen plaatsen, voor wie dat niet kon. Ze is in 1916 geboren, 17 december, dus is afgelopen december is, zou ze 100 geworden zijn. Ze ging naar de Koninklijke School voor Kunst, Techniek, Ambacht in Den Bosch, ze komt uit Zaltbommel. En ze was daar het enige meisje in de klas. En dat tekent FIEP al, die ging daar naartoe en die besefte dat helemaal niet zo erg, dat ze het enige meisje zou zijn. Ze was een kind wat altijd tekende, zo begint het natuurlijk vaak. En toen ze daarvan afkwam in 1937 kreeg ze meteen een opdracht voor de VVV-gids van Zaltbommel. Van haar geboorteplaats. In 1938 ze wilde verder natuurlijk. Ze wilde niet alleen maar die ambachtsschool. En ze werd aangenomen op de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam. En daar zat ze tot 1940 op. Toen brak de oorlog uit en toen kwam er als het ware ging haar leven op pauze. Want ze ging daar weg. De oorlog was er. Ze heeft toen wat losvast getekend, maar dat mag geen naam hebben verder. Maar zodra de oorlog afgelopen was, dat was in 1945. Erik, je moet wel de ding bedienen in plaats van foto's te maken. Oh, moet een hele leuke man die heeft, maar ik kan letten. Had je al afstand bediend? Moet ik ja, al naar de volgende? In 1945 ging ze naar Amsterdam en het ging meteen rollen. Ze kreeg meteen opdrachten van Vrij Nederland, het voormalige verzetsblad, wat haar meteen haar talent herkende. En dit is een van de eerste dingen die ze toen gemaakt heeft. Maar je ziet hier dat ze nog niet haar eigen stijl heeft gevonden. Dit lijkt heel erg op de illustraties van Martin Toner. Die was toen erg populair en die maakte dat soort mannetjes. Ze maakte dus de reclame voor Vrij Nederland, maar ze illustreerde ook al meteen. En in 1946 kreeg ze op 20 april haar eerste opdracht van Het Parool. Ook op de Westkrant. Nee, dat niet. Normaal heb ik een afstand bediening, maar die heb ik niet. Zij mocht dus voor het Parool werken. Ook allemaal opdrachten of illustraties bij artikelen. En al heel snel kreeg ze de opdracht voor een heel boek. En dat was een kinderversjesbundel van Han G. Hoekstra. En dat, dit is er één, een schaap. En maar je ziet hier dat ze al veel beter geworden is sinds ze bij Vrij Nederland begon. Dit is eigenlijk al helemaal af. Die vrouw heeft zich zo snel ontwikkeld. Het is ontzettend goed van kleur en het gezicht van dat schaap en weet ik veel. En mijn lievelings, wij hadden dat als kind thuis, het boek Het Verloren Schaap van de versie van Han G. Hoekstra. En ik wil even graag voor mijzelf mijn lievelingstekening, dat is deze. Dat zijn de mandjes. Er was een koninklijke kat, die heette Ferdinand, in een koninklijke kattenmand. En dit zijn de kleine Ferdinandjes in de koninklijke kattenmandjes. Hier zie je dat haar kat, waar ze later enorm beroemd mee is geworden, eigenlijk al bijna er is. Hij is al bijna ontwikkeld. Je ziet alle gezichten al, je ziet ook hoe goed ze kan kijken. Dat zie je daar bij dat spartelende katje, zo kroelende katje. Dus in die zin was ze eigenlijk al heel erg goed, al heel jong. In 1949 begon het Parool de pagina voor de vrouw, annex kinderpagina. Die dingen zijn om de een of andere reden altijd verbonden. En daar werd ze meteen aan verbonden. Ze werd er meteen voor gevraagd. Ze heeft daar meteen ontzettend veel geïllustreerd. Dat was in 1949. In 1952 gebeurde het wonder dat Annie Schmid kwam met Jip en Janneke. Dus dat was een serie op de vrouwenpagina, annex kinderpagina van het Parool. En daarbij ging FIEP illustreren. Kijk, hier zie je de Jip en Janneke op de vloer. En dat was het begin van haar samenwerking met Annie Schmid. Maar ze kenden elkaar al lang. Het is niet zo dat ze elkaar hebben ontmoet door Jip en Janneke. Ze kenden elkaar uit Café Scheltema. Het beruchte en beroemde Café Scheltema waar ik nog steeds graag kom. En waar de man die vroeger ober was, Wim de Lange, nu de eigenaar is. En ze, althans, hij is nu de oude eigenaar. De kleine Wim, die ook al de grote Wim is, is nu de baas daar. Goed, terug naar 1952. Zij ging dus heel veel werk met Annie Schmid en die vrouwen vonden elkaar erg leuk. Kijk, hier zijn ze samen op de wintersport, Annie Schmid en Fiep Wessendorp. Fiep Wessendorp ging niet graag op de foto, dus veel
goede foto's van haar zijn niet. Meestal duikt ze weg of kijkt ze niet goed of weet ik veel. Maar dat is een enorme vruchtbare samenwerking geweest uiteraard. Daar kent iedereen haar van het werk van Annie Schmid. Jip en Janneke hield na 240 afleveringen op, 240 keer. En toen had Annie er genoeg van en dus stopte het ook voor Fiep. Maar meteen ging het door met Pim en Pom. Mies Bouwhuis schreef dat over poezen, twee poezen, Pim en Pom. Was ook op de kinderpagina, Alex Vrouwenpagina van het Parool. Dus dat ging verder. En in 68 ging het weer verder met Annie Schmid, met Pluk van het Pettenflat. Een vervolgverhaal in Margriet was dat toen. Wat ze ook enorm veel samen hebben gedaan, Annie en Fiep, was de Kachelmoesband reclame. De meest fantastische reclameplaatjes gemaakt. Die allemaal boekjes zijn geworden. Dus Floddertje, dat kent u misschien, het meisje wat altijd vies is, dat is eigenlijk voor Nutricia gemaakt. En had je de drie stoutertjes en Prelientje voor perceel wasmiddel. En je had Ibbeltje, ook een beroemd boek nu, dat was oorspronkelijk voor fans chocoladehagel. Oh ja. En dat, dus iedereen kende die dingen al van de reclame en daarna weer de boekjes. Dus er is meteen een miljoenen publiek geweest voor die boekjes. Het is ongelooflijk succesrijk geweest. Dus je kan zeggen dat Fiep Westendorp is eigenlijk een succesverhaal vanaf het moment dat ze in Amsterdam kwam. En ook een ongelooflijk arbeidzaam leven. Die vrouw heeft zoveel getekend. En zij, het bijzondere van haar is dat ze altijd haar tekeningen terugvroeg. Als je bij een krant werkt zoals ik, weet je dat vroeger kwamen de tekeningen van de illustratoren. Tegenwoordig gaat dat digitaal, maar er kwamen tekeningen. Die verdwenen heel vaak. Of iemand nam er een mee, of het werd gewoon weggegooid. Alleen als de tekenaar erop stond, werd het teruggegeven. En dat deed Fiep. En ze sloeg het ook allemaal op thuis. En zo zelfs dat ze er helemaal volgroeide in haar huis. Dus toen de boekjes van Pim en Pom gemaakt moesten worden, waren de tekeningen kwijt. En die werden teruggevonden onder de wasbak in een vuilniszak. Maar gelukkig, ze waren er nog. In 97 pas kreeg zij een oeuvrepenseel van de CPNB, wat ik veel te laat vind, want dat vind ik een soort troostprijs voor je oeuvre. Dat had natuurlijk moeten gaan al 10 jaar eerder naar Pluk van de Pettenflat, want daar zie je haar op haar best. Het is, daar, als je goed kijkt naar die tekeningen, die zijn zo mooi en zo raak en zo prachtig van kleur enzovoort. Nou, maar dat is niet gebeurd. Gelukkig heeft ze nog het oeuvrepenseel gekregen. En in 2004 overleed ze. En haar hele bezit en nalatenschap ging naar de Fiep Westendorp Foundation. Die bestaat nog altijd. Die bewaken het oeuvre van Fiep Westendorp. En zorgen ook de hele tijd dat het onder de aandacht blijft. Bijvoorbeeld door ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag mij te vragen of ik een boek wilde maken over de tekeningen van Fiep Westendorp. Dat was een idee van Broekman, dat is de directeur van uitgeverij Rubenstein. Die belde, ik snapte eerst helemaal niet wat de bedoeling was, want ik zei, ik schrijf geen boeken over schrijven. Nee, je moet, of tekenaars, je moet een boek waarbij je reageert op de tekeningen. Maar toen mocht ik op visite bij de Fiep Westendorp Foundation, dat wilde ik sowieso wel graag. Hallo. Want dan ben je daar dus binnen. En dat was inderdaad fantastisch. Kasten vol merchandise. Kijk, hier heb je diertjes, maar daar is alles Jip en Janneke en Pim en Pom en serviezen. En nou ja, goed, de neiging tot diefstal werd groot. Ik wilde alles al hebben. En ik heb ze wel eens een kopje afgetroggeld. Maar dat doet allemaal niet toe. Ik werd ontvangen door Joya Smit. En dat is de directrice. En die is nog aangesteld door Fiep Westendorp zelf. En het bijzondere van Joya is dat ze een beetje lijkt alsof Fiep Westendorp haar getekend heeft. Met kraalogen en een heel leuk puntneusje. Heel grappig. Het is natuurlijk niet met opzet, maar je denkt het wel een beetje als je haar ontmoet. En die legde dat uit, wat ze wilde. Dus 100 jaar Fiep. Het idee was, ik zou 50 tekeningen uitzoeken en daar een verhaaltje bij maken. Of iets wat ik wilde. En ze hadden mij gevraagd, Erik, vanwege omdat ik een boek had gemaakt met Piet Paris. En het heette Een kwestie van lef. En Piet Paris is duidelijk beïnvloed door Fiep Westendorp. Heel duidelijk. Als je dit ziet en je kent de tekeningen, alleen al die handjes. Jip en Janneke doen altijd zo. Bij Piet doen ze altijd zo. Helemaal het grafische, zwart-witte, dat is Fiep. En ze hadden ook, denk ik, gevraagd omdat mijn vader bij het Parool had gewerkt.
En ik, dat klopt ook, ik ken Jip en Janneke natuurlijk vooral als kind en Pim en Pom. En ik kleurde vroeger die boekjes in, zodat ze nu niks meer waard zijn. En als mijn broer had zijn naam dan erin gezet, had ik dan doorgekrast. Dan had ik mijn eigen naam erin gezet. Dus ik ben wel opgegroeid daarmee. Maar toch vooral door Piet Paré heb ik geleerd te kijken naar de tekeningen van Piet Westendorp. Want hij heeft het altijd over haar. Hij had het zo over haar dat ik dingen op ben gaan schrijven die hij zei over haar. En want ik zei, ja, hoe kom je nou toch bij die silhouetten? En dan ging hij dat uitleggen. Ik vind het, hij is namelijk net als Fiep. Het zijn altijd bijna altijd soort silhouetten. Er zit ontzettende gein in. En het is zo mooi ambachtelijk. Het is toch ook heel knap. Ik wil een paar dingen voorlezen die ik opgeschreven heb. Die Piet Paré zei, de tekenaar, over Fiep. En die zei bijvoorbeeld, alles wat ze ziet kan ze vereenvoudigen. Soms op het archetypische af. En dat is inderdaad iets wat je ziet in die tekeningen. En hij zei, ook heel belangrijk, het is quasi kinderlijk, maar nooit kinderachtig. En dat is zo. Goed, ik zei natuurlijk ja, maar ik wil wel even proberen. Want ik weet niet of ik dat kan, die tekening. Of dat ja, ik heb daar nooit over nagedacht. Nou, toen gaven ze me een tekening. En dan moest ik moest ik maar iets bijschrijven. En dan gaven ze me deze. En ik zag meteen wat ik wilde. Ik zal het voorlezen wat ik daarmee gedaan. Maar dan moet ik wel mijn bril voor hebben. En deze lag voor de hand uiteraard. Deze heet de kleine zwarte jurk. The little black dress. La petite robe noire. De kleine zwarte jurk. De grootste ontdekking uit de geschiedenis van de mode. Kwam, zag, overwon. Streek neer op de vrouw om daar te blijven. Zet 5 kleine jurken naast elkaar en je ziet instant zusterschap. Je ziet die vrouwen zitten daar omdat ze het gezellig hebben. Zet 5 kleine zwarte jurken naast elkaar en je ziet dat de vrouw niet bestaat. Want dat is het goede van deze tekening. Ze lijken heel erg op elkaar, maar als je goed ziet, kijkt, zie je dat het allemaal eigen karakters zijn. Ze zien er hetzelfde uit, maar het zijn echt wel 5 verschillende vrouwen. 5 keer hetzelfde is 5 keer iets anders. Het zwart staat iedereen. Het kleine zit hem in de details, samen met de duivel. Het grote wonder, die kleine zwarte jurk, doet voor iedereen iets anders. De kleine zwarte jurk is drama, of hartstocht, of koelte, of eenvoud zogenaamd, of machtsvertoon, of meisjesgenade. In de kleine zwarte jurk kan een vrouw de lome diva uithangen. En de man aan haar arm is een verbaasde pink. Nou, ik leverde dit verhaaltje in. En ze zeiden, ja, dat is precies wat we doen. Hartstikke leuk. En ik was al zo enthousiast geworden dat ik zei, nou, ik doe het en ik maak er niet 50, ik maak er natuurlijk 100. Want ze is 100 geworden, dus het is te flauw om dan 50 dingen te maken. Toen mocht ik, dat was eigenlijk het hoogtepunt van het hele project, in het archief gaan kijken en 100 tekeningen uitkiezen. Dat was een goudmijn werkelijk. Ik heb toen gekozen zo min mogelijk voor de kindertekeningen en zoveel mogelijk voor de tekeningen die Fiep Westendorp maakte bij volwassen onderwerpen, bij columns. Het heeft werkelijk als een gek getekend overal bij. Dus opzij deed ze het bij columns, maar ook altijd in het Parool en voor Margriet, maar voor werkelijk elk damesblad, veel kranten ook. Dus ik kon aan het werk met die 100 tekeningen. En ik heb trouwens 101 genomen, 1 voor het verlies, je weet maar nooit. En toen ben ik ze dus op volgorde, kreeg ze dan opgestuurd door in de mail. En ik dacht, nou, ik werk op volgorde. Ik ga niet eerst de leukste en de makkelijkste uitkiezen. Ik pak gewoon de eerste die er binnenkomt, wil ik het eerste maken. En de eerste die ik openmaakte was deze. En dat is weer dat schaap. En ik dacht, prachtig, maar wat. Dat is een hele. Ik begrijp precies waarom ik deze heb uitgekozen. Maar waarom heb ik die. Wat ga ik er eigenlijk bij vertellen? Want. Ik weet helemaal niet wat dit is. Het is zo'n raar, als je er goed naar kijkt, zo'n rare tekening. En je moet het niet doen wat Han G. Hoekstra heeft gedaan. Dus ik heb heel lang gekeken. Ik ben heel lang bezig geweest om iets met die bloemetjes te doen. Maar dat kwam het niet uit. En ineens zag ik wat er aan de hand was. En toen werd het dit. Noodklok. Het moeilijk hebben zonder dat iemand dat weet. Het is bijna niet te doen.
Als je voortdendert zonder dat iemand je tegenhoudt, dat zijn de wieltjes, hè, voortdenderen. Als je schreeuwt zonder geluid. Als niemand de noodklok hoort die notabene om je nek hangt, dan trek je een dikke wollen trui aan en zing je hardnekkig de lof der eenzaamheid. En zo red je het. Toen had ik ontdekt in elk geval hoe ik het moest doen. Dat die illustraties van Fuchs zijn natuurlijk bij een tekst. Die kende ik gelukkig nooit, maar ik moest dus letterlijk voor de omgekeerde route kiezen. Dus haar tekeningen als het ware lezen en dan woorden erbij verzinnen bij wat ik had gelezen. En die tekeningen maken dat op in die zin makkelijk dat je één is de directe mededeling. Je stapt meestal eigenlijk hier nog niet eens direct wat de bedoeling is. Maar als je nog eens een keer kijkt, zie je dat Fuchs Westendorp eigenlijk heel vaak een soort verborgen boodschappen wegstopt in die tekeningen. Dat is eigenlijk voor alle goede kunst zo. Als je twee keer kijkt, ook als je een toneelstuk ziet, je ziet het verhaal, maar op een gegeven moment denk je, ja, er is iets heel anders aan de hand. En dat is het moment dat je hart sneller begint te kloppen. En dat is dus dat boek volgens Fiep geworden. En eigenlijk is dat, heb ik ook in het voorwoord geschreven, de leidraad werd, en dat haal ik eigenlijk gewoon uit de tekeningen, dat waanzin heel veel wijsheid bevat. Als je de waanzin van een tekening vindt, als ik dat had gevonden, wist ik wat ik moest doen. Goed, ik zag dus, een van de volgende was deze. De man in een auto met een poes. Daar moest ik toch ook wel even aan denken. Maar op een gegeven moment zag ik toch wat daar opviel. En toen werd er dit. Titel, What's on a Man's Mind. Deze man heeft niemand nodig. En zeker geen vrouw. Hij heeft, dus anders zat ze in de auto, hè. Hij heeft zijn kat. Zij heet Plato. Die is goed gehumeurd, die laat zich altijd aaien, die zegt nooit iets terug. Ze gaan op pad. En overal ziet hij haar, die ene, die mooiste, die leukste. In de wolken bollen haar krullen, in de wind klinkt haar zuchten. En in de wielen van haar auto ziet hij haar ogen. Ze volgen hem overal. Want in die wielen zitten inderdaad ogen. Dat is niet voor niks. Ik denk echt dat dat niet voor niks is. En dat vind ik wel heel goed voor die tekeningen. Dus dat soort dingen zitten erin. En of je het ziet of niet. En als u het zou bekijken, zou u er waarschijnlijk iets heel anders uit halen. Nou, er gebeurden de gekste dingen. Ik had er eens ook een tekening waar Fiep haar tijd ver vooruit is. Dat is deze. Die... je ziet toch echt meteen wat zij daar doet. Dit is een tekening uit 1953, maar wat doet ze daar? Dit. Hoe deden wij het zonder smartphone, zonder tablet, zonder wifi, zonder sms, zonder WhatsApp, zonder Skype, zonder FaceTime? Ik weet alleen nog dat het best ging, maar hoe deden we dat dan? Dat ben ik kwijt. Het zal een stuk rustiger geweest zijn en vast gezonder. Alles wat nieuw is, is altijd ongezond om de een of andere reden. Maar ik wil niet meer zonder. Want hoe zwierig is de swipe? Hoe elegant is de wijsvinger die over een touchscreen zweeft? Soms met een aai, soms met een zwiep. Zo vaak ontspringt er niet een nieuw universeel gebaar. Maar dit is er een. Het kwam ook al voor dat ik dacht, wat gebeurt hier? Wat is hier in godsnaam aan de hand? Was het deze. Maar ja, wat gebeurt daar? Het is duidelijk een illustratie bij een stukje, denk ik, over een klacht van een vrouw. Die columns uit de jaren 50 waren zo, dat mannen altijd zo slordig zijn of zoiets. Maar ja, A, ben ik vreselijk slordiger dan vele mannen, maar B, dat is een beetje flauw. Dus ik moest iets vinden hier. Dan zie je dit, die voeten, die prullenbak, maar ja, kwam er ook niet helemaal uit. Maar ineens zag ik iets, een detail. En dat was dit, dat haakje. Dus dat verhaaltje kon niet anders heten dan de vis. Hij had de vis gevangen met dobber en haakje. Ik kom even terug naar de andere. Hij had de vis gevangen met dobber en haakje. Hij had hem in een potje gedaan, hij had hem meegenomen. Hij haalde hem er even uit. We
Waarom? Hij wilde weer gewoon contact. Een man is ook maar een mens. Maar een vis is glad. Floep! En dat is wat je ziet. Je ziet die man floep. Mooiste tekeningen die ze heeft gemaakt. Dit is zo knap getekend, alleen al dat motief op die jurk is schitterend, maar sowieso die houding, die rust. En ook, je denkt, hoe durft ze? Want het is een soort plankje, die vrouw. En toch voel je dat ze heel lekker ligt te slapen. En ze heeft net te liggen lezen, waarschijnlijk is ze in slaap gevallen bij het lezen. Dus het is een en al rust. Het is zo'n mooie tekening, maar ook weer wel heel ingewikkeld, want een verhaaltje over rust, ja jezus, dat wordt een beetje een saai verhaaltje. Dus ik moest op weer lang kijken, maar ineens zag ik wat hier gebeurde. Brancusi. Ik droomde dat mijn hoofd het ei van Brancusi was. Een bronzen ovaal, alleen is onze tekening even marmeren geworden, maar voor onze illustratie. Doe maar even terug. Een marmeren ovaal, een volmaakte vorm, zonder einde en zonder begin. Slapende muze noemde de beeldhouwer zijn ei met de neus en de gesloten oogjes. Ik denk en ik droom, ik weet en ik verzin. Ik ben mijn eigen muze. En dit is, ik hoop dat u Brancusi kent, beeldhouwer, Roumain. En ik ben altijd op zoek geweest naar de ideale vorm. En hij kwam dus uit, laat even zien. Op het ei, op een vrouwengezicht in de vorm van een ei. Dus voor hem was dit een volmaakte vorm. En ik weet echt bijna zeker dat Fiep Bessendorp dat als voorbeeld heeft genomen bij die tekening. Het kan bijna niet anders. Het is precies dezelfde houding en de rust. Ik vind dat zo goed. Dus die tekening is om meer redenen zo goed. Het is ook omdat ze brak. Ze deed dat trouwens vaker. Voorbeelden zoeken in de beeldende kunst en daar iets mee doen in haar eigen tekeningen. De flamingo's zijn bijvoorbeeld van die beroemde, maar dan ben ik zijn naam natuurlijk vergeten, beroemde tekenaar van vogels. Ik ben kwijt, maar je ziet veel meer van zulke dingen. Nou, er waren ook plaatjes waar ik heel lang over heb gekeken. Er waren enorme verhalen bij verzonnen. Dus deze, ik vind deze heel mooi getekend, al was het maar vanwege die hoed die zo in paden hangt. Maar ja, je ziet, hier is iets aan de hand. Je kan van alles verzinnen. Je kunt verzinnen wat ze allebei denken. Je kunt iets met zij drinkt nog wijn en daar zit de koffie en die wordt niet aangeraakt. Nou ja, ik vind die voeten ook erg mooi. Je kan hier ontzettend veel mee. Maar uiteindelijk kwam ik toch maar op een heel kort verhaaltje. En dat heet Stilte. Hij kijkt naar een zeegezicht. Zij staart in haar amaretto. Alles is gezegd, maar het meeste is verzwegen. Want ik vind het namelijk op de een of andere manier een hele tragische tekening. Er is iets, het gaat hier niet goed. Maar soms was één detail genoeg. Dat was deze. Dit is op zich al een geweldige tekening. Dus die beweging die erin zit, dat been wat naar voren gaat. En je wordt van, er is hier van alles. Maar dat moest over haast gaan. Maar het riep bij mij een herinnering op. En dat kwam door die druppels. Dus het was maar een heel klein dingetje wat bij mij iets losmaakte. En dat werd help. De zwembroek was aan, er was gedoucht en nu ging het, de handdoek, nonchalant over de schouder naar het 25 meter bad. Hè? Wat? Iedereen naakt. Het nudiste uur, allemaal enthousiast blote mensen. Dan ook de broek maar uit, allemaal nooit niet. Vlucht! De tas, waar is de tas? Oh, daar is. Aankleden, wegwezen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele bloot met vreemden erbij. Dit is mij echt overkomen namelijk. Ik ging altijd zwemmen, maar ik was een keer een uurtje eerder. En ik had me al mijn badpak al aan en toen ging ik dus naar het bad en keek. Ik dacht, wat is hier aan de hand? Ik zag een mevrouw die heel erg enthousiast bloot op de duikplank stond. Maar ik heb het wel gedaan. Ik dacht, ik laat me niet kennen. Maar ik wou het helemaal niet, hoor. Ik hoop niet dat ik iemand voor de hoofd stoot, maar ik vond het vreselijk. Maar het was wel goed als idee. Dat kwam echt omdat ik die druppel zag. Dat is met dat zwembad. Dat is het meteen. En dat was voor mij het begin dat ik dacht, oh, maar ik kan van alles van mezelf erin stoppen. Dat had ik tot dan nog niet gedaan.
Dus de volgende was, die kwam ook heel erg op een moment van grote wanhoop voor mij. En ik zal u voorlezen, dan zal u zien waar ik het gewoon maar één op één erin gezet. Het stukje heet Mee. Was jij nog maar gewoon 8, dan zei ik 5 weken na Vietnam, Laos, Cambodja in je eentje. Nee hoor, mag niet. Waarom niet? Omdat ik het zeg. Was je maar gewoon nog 8, dan zei ik, jij bent een wonderkind. En wie dat niet inziet, plak ik achter het behang. Was je maar gewoon nog 8, dan zei ik, ben je bang? Wil je bij mama slapen? Mag wel hoor. Dan dutte je in mijn arm en rook ik aan je haartjes. Mijn dochter, want die was destijds 26, ging dus naar Cambodja, Laos, weet ik veel waarom. Of vond het vreselijk dat ze dat deden. Ook dat je dan dagen niks hoorde, maar dat ik wil haar gewoon aan mijn touwtje. Ik zag deze tekening, ik herkende alles. Ik weet niet of het erover gaat, maar ook de poes willen we ook graag bij ons houden. We willen alles. Moeders, althans, moeders zoals ik willen, de totale controle en helaas moeten we die opgeven. Dus dit is een soort wensdroom voor mij. En dat ben ik. En ook deze is zeer autobiografisch. Ik keek hiernaar, dit is wel een kindertekening trouwens. Ik vind hem zo mooi, omdat hij mooi achter dat hekje zit. En die olifant, dat gebeurde, schijnt echt in Artus gebeurd te zijn, dat olifanten af en toe iets pakten van iemand. Toen kwamen de mensen te dicht bij het hek. En ik ken het verhaaltje waar het oorspronkelijk voor is niet. Maar ik herken er ineens iets anders aan. Ik kan ook denken, dat hoedje is van die olifant zelf. Je haar zit een beetje in de war, daar heeft dat hoedje gezeten. En dan krijg je een heel ander verhaal. Wat sommigen van u zullen herkennen. En dat heet Overdressed. Ik ben overdressed, ben ik bang. Iedereen kijkt naar me. Toen ik voor de spiegel stond, vond ik mijn hoed juist zo mooi. Opvallen is toch niet erg? Integendeel, never dress down. Maar ze fluisteren over me. Moet je haar zien. Ik voel me zo groot. Ik word steeds groter. En niemand wil met me praten. Help! Maar zo zielig ben ik niet, want meteen daarna kwam er een plaatje waar ik mijn andere kant in kon laten zien. Dat is deze. Ik vind deze ook geweldig. Ook weer wat ik bij het eerste verhaal zei. Het zijn allemaal dezelfde gezichten, maar op de een of andere manier kan Fiet Wessendorp zo tekenen dat je toch allemaal verschillende houdingen en reacties ziet. Maar in elk geval, er is algemene afkeuring van mensen die allemaal op elkaar lijken. Daar komt het op neer. Die op elkaar willen lijken. Mannen en vrouwen. Behalve zij. En deze heeft mooi zijn is mooi doen. Nou, wat een jurk. Moet je ergens naartoe? Nee, ik zie er altijd zo uit. Dat jij kunt lopen op die hakken. Ja hoor, gaat best. En al deze dingen zijn ooit tegen mij gezegd. Hè? Ja, jij kunt het hebben, hè? Jij ook, probeer het maar. Wat is nou eigenlijk je echte kleur haar? Geen idee. Is dat nou lekker, al die troep op je gezicht? Nooit ervoor nagedacht, maar het staat me. Nu de ergste. Die vrouw vergeef ik echt nooit. Die jurk wilde ik ook kopen, maar toen dacht ik, toch maar niet. Ik zag hem en ik dacht, die is van mij. Nu komt mijn oma. Wat zie je er goed uit? Of komt het uit een doosje? Wat denk je? Je ziet een beetje bleek. Gaat het wel goed met je? Uitstekend, hè, met jou? Wat zit daar? Oh nee, dat hoort zo. Zeg jij dan het beste? Haha, ik ben mooi en jij lekker niet. Ja, dit was een moeilijke. Dit was echt een hele moeilijke. Want hier is heel duidelijk wat er aan de hand is. Namelijk, dat is het cliché van de eerste orde. Vrouwen willen winkelen, mannen moeten mee. Die belanden altijd op een stoel in de winkel die gereserveerd is bij kledingzaken. De man, die zitten daar zo'n beetje verloren in een oude voogdenbladeren of zoiets, wat daar dan ligt. En die man wil doorlopen en zij wil die jurk zien. Dus ik vind het een geweldige tekening hier, omdat het allemaal zo recht is. En die rare voeten, maar er zit een enorme spanning in. En de details zijn geweldig. Dat gezicht van haar is ook heel goed. Maar ik wil niet dat verhaal vertellen, ik wil iets anders vertellen. En toen heb ik de boel omgedraaid.
En dan leverde ik dit op. De jurk. Ik zag een jas, maar ik heb het de jurk genoemd. In een etalage kijk je in de eerste plaats naar jezelf. Het is de beste spiegel. Daarna kan het gebeuren dat je in die etalage een jurk ziet. Wat heet? Je ziet de ideale jurk. De jurk waarvan je weet, als hij past, koop ik hem, maakt niet uit wat het kost. De risicojurk. De dwang van de risicojurk kan diepe angst aanjagen, omdat je niet weet wanneer je hem zou dragen. Omdat je een man bent. Je vriendin houdt van jou. We doen hem. In de winkel lacht ze naar het personeel terwijl jij de paskamer binnengaat. Je trekt de jurk aan. Je vriendin komt keuren. Je krijgt hem van mij, zegt ze. En ik doe er een paar pumps bij. Ik vind die man zo schattig. Het is echt een travestiet. Ik weet het zeker. Ik wil heel graag de jurk hebben. En die vrouw die houdt van hem, dus ik koop hem gewoon. Dat vind ik ook heel goed van. Nou, dat ging allemaal heel erg goed. En toen overkwam mij een serieuze, verschrikkelijke ramp. Mijn allerbeste vriendin overleed van het ene op het andere moment. Dus ik had haar 's middags nog aan de lijn gehad. En 's avonds is ze overleden. En toen heb ik een tijd niet gewerkt aan dit project. En toen maakte ik er een open. En het eerste wat ik zie is deze tekening. Vriendinnen met een gat ertussen. Waar dus iemand weg is gevallen. Ik ga dit helemaal niet voorlezen, want ik schiet altijd vol en vind ik gênant. Maar de opmaakster van het boek heeft dus de naam van mijn vriendin daartussen gezet. Dat vind ik heel mooi. En het heeft ook iets rouwachtigs, deze tekening. Maar ik wil maar zeggen, ik kon op een gegeven moment werkelijk alles gebruiken wat me overkwam. Ook dat ik een herinnering wilde maken, een monumentje voor mijn vriendin. Dat is toch ook omdat Fiek Westendorp zo ongelooflijk goed tekent. Dat ben ik niet, dat is zij. Dit is deze wist ik meteen toen ik deze zag. Dit is namelijk wat je heel vaak ziet, ontzettend leuke vrouw. En dan met zo'n man die lekker belangrijk is en dat je denkt, wat moet zijn met die man? Maar ja, ze houdt het altijd vrij lang vol. Dan moet je gaan opletten, dan moet je steeds maar nieuwe. Dus als ik zo doe, moet je een nieuw plaatje doen. Nu al? Nee, nog niet. Als ik zo doe. En dit, dit is in de jaren 70 getekend, dat vind ik ook zo leuk. Want dit is echt zo'n hippie meisje. Maar het is wel heel erg een meisje. Met een man die veel te oud voor de is, denk ik. Hij is belangrijk. Hij is knap, rijk, beroemd. Wat moet hij nou met zo'n meisje? Zij kan ook wel wat, maar daar gaat het niet om. Hij mag met haar geuren. Zij mag dankbaar zijn dat hij haar koos. Maar ondertussen, Arthur Miller en Marilyn Monroe, Prins Charles en Lady Diana, Karel Willink en Mathilde, Sean Penn en Madonna, Hugo Claus en Sylvia Christel. Onderschatten mannen de glans van hun vrouwen, dan verbleken ze zelf. Ik bedoel Marilyn Monroe en Joe DiMaggio, Grace Kelly en Prins Reinier van Monaco, Madonna en Warren Beatty, kijk, die valt hier wel helemaal weg. Tina en Ike Turner, wie kon er beter zien? Cher en Sonny, denkt u ooit nog aan Sonny? Ik denk alleen maar aan Cher en heel graag. Verwijst een man zijn vrouw naar de schaduw, dan wordt hij zelf een schim. De volgende, dat is een van de reclameprenten van Fiek Westendorp. Deze is voor KLM, daar heeft ze een hele serie voor gemaakt. Geweldige illustraties, ik heb ze in het museum al gezien. Ik vond dit de mooiste. En het heeft allerlei redenen, maar eentje dat deze twee mannen eigenlijk één is. Kijk, ze hebben twee armen, wel vier benen, maar het is een soort Siamese tweeling. En die vliegende non die dus een stewardess is. Ik vind dit een hele mooie. Dus hier. Deze, toen ik die uitkoos, wist ik al wat ik ermee wilde doen. En die heet Bekentenis. Vannacht zweefde ik. Ik bediende maar liefst twee heren. En zij bedienden mij. Ze hadden samen twee armen. Dat omhelst beter dan vier, vandaar. Dromen gaan doorgaans het diepst als ze stapelgek lijken, schreef Sigmund Freud in zijn droomduiding. Hij schreef ook dat de vliegdroom een liedje van lust is.
vertel mij wat. Maar er was er ook één. Dan moet je ook weer heel goed opletten bij de plaatjes. Waarvan ik dacht, wat gebeurt hier? What the fuck is hier aan de hand? Wat is dit? Het is zo'n rare tekening. Dat je denkt, ik wil echt wel het verhaal lezen waar die bij gemaakt is. Dit is zo'n raar ding. Dus ik heb hier al wel een week over gedaan voordat ik wist wat het was. Toen nog flink wat tijd aan moeten besteden voordat ik het goed had. Maar ineens wist ik het wel. Wat is dit? Deze heet Miss Marple. En het is een rechtbankscène. Ik ben dom op rechtbankscènes, ook in films. Maar Miss Marple, edelachtbare, met alle respect. Hoe lukt het om één eitje zo te laten bonzen? Welke dooier is er zo zwaar? De verdachte die de eieren bij stuk A in haar mand meebracht, zegt dat ze ze naast de pan, een ei zag staan. Staan, een ei. Dat is bij mijn weten sinds Columbus niet meer voorgekomen. Komen we bij het fornuis. Een pan op het vuur. Het kookt. Maar alle knoppen staan op uit. Edelachtbare, de enige mogelijke conclusie is schuldig. Schuldig aan het zoete vergrijp van de overdadige fantasie. Nou, kom ik alweer aan de laatste, want anders wordt u er gek van. Het is ook niet de bedoeling om alles achter elkaar te lezen. En deze is opgesplitst. Ze hebben dit boek zo gedaan, boven en onder. Hij hoort eigenlijk helemaal achter elkaar. Het is een hele lange rij. Ja, voor het denderend volkje. En ik vind het ook weer schitterend gedaan. Hoe de kinderen allemaal kijken. De wieltjes van zo'n karretje zijn heel mooi. Heel grappig. Dat is wat Piet Pareel zei. Ze doen dingen die helemaal niet kunnen. En je voelt toch dat het goed is. De voetjes, allemaal prachtig. En de gezichten. En ik noemde hem langs de rand. Hand in hand wandelen ze op de rand van de wereld. Ze zijn de horizon. Houd elkaar goed vast, dan valt er niemand. En dan gaat deze tocht altijd door. Word je moe, dan houden de anderen je overeind. Verlies je de moed, dan zingen ze in kanon. Net zo lang dat je invalt en meedoet. Afgezien van de vader en de moeder, kijkt iedereen opzij. Zelfs de baby heeft beslist geen zin om vooruit te kijken. Die maalt om de toekomst. Het leven is hier en nu. En hier en nu is het heerlijk. Daarmee sluit ik het praatje.